Donderdag is het precies 2 jaar geleden dat er een gijzeling plaatsvond in de Apple Store in Amsterdam. De documentaire, gemaakt door AT5 in combinatie met Videoland, gaat online. Alex Monoputi was een van de medewerkers die al die tijd in de winkel verborgen zat in een kast. En hij staat hier naast mij. Alex, welkom. Dankjewel. Ja, wat meteen opviel, toen jij zat bij ons, we hebben hier achter een kleedruimte en daar zat jij. En toen zei je, kan je de deuren open houden? Ja. Je wil niet meer in ruimtes waar je opgesloten voelt. Ja, ja. Allemaal door de gijzeling? Ja, dat is allemaal door de gijzeling. Dat is gewoon, als de ruimte te klein voor mij voelt, dan moet de deur open. Dus dat heb je ook op de wc en dat soort plekken? Ja, ja, ja. Ja. Dat is een soort PTSS bijna. Het is het. Het is het. Ja, ja, ja. Dat zijn plekken of ruimtes. Als ik in een café zit, dan zeg ik ook tegen mijn vrienden van, ja, sorry dat ik heel veel om me heen kijk. Het is niet dat ik je gesprek niet leuk vind, maar het is meer dat ik gewoon, ja, ik check alles. Ik kijk alles na. Ik tel, in het begin telde ik gewoon de hoeveelheid mensen die erin zaten in de ruimtes. Ja, ja. Het is 2 jaar geleden nu. Ja. Je bent officieel nog medewerker bij Apple, maar je leeft niet heel erg in balans met je werkgever, mogen we dat zeggen? Ja, helaas, ja. Je zit in de ziektewet, ja. Ook door de gijzeling? Zekers. Ja, ja, dat is, dat, die gijzeling heeft me best wel wat gedaan, maar je verwacht ook natuurlijk een andere kant en dat zie ik niet. Je vindt dat de nazorg van je werkgever onvolledig en niet toereikend is geweest, toch? Ja, zeker. Ik ben niet de enige. We hadden zeker een bos bloemen of een kaartje mogen krijgen. En als ik kijk naar de gemeente Amsterdam en als ik kijk naar de politie, de driehoek, die had binnen 24 uur had ik een bos bloemen in mijn handen zitten. Maar dan, dit is even jouw status als het gaat om dat je nog steeds medewerker van Apple bent, maar dat is niet helemaal in balans. Laten we even teruggaan naar die bewuste dag. 2 jaar geleden. Je staat op een specifieke plek in de winkel. En wanneer wist je van, dit is foute boel? Nou ja, ik stond daar gewoon met mijn klant lekker te kletsen. En weet je nog wat je aan het verkopen was? Ja, een MacBook. Een MacBook? Ja, een MacBook was ik aan het verkopen. En we staan daar gewoon te kletsen. En er gebeurt wat dingen om ons heen. Het was ook een moment dat we nog mondkapjes hadden. Dus er gebeurt iets om ons heen. En we zien mensen op ons afkomen lopen. En ik had zoiets van, ja, je werkt op het Leidseplein, je werkt in Amsterdam, er gebeurt wel eens dingen. Dus ik had zoiets van, ik kijk om me heen van, wat gebeurt er? En ik had zoiets van, ja, weet je, er zal wel iemand die iets doet, die pakken ze, of een vechtpartijtje buiten, die naar binnen is gegaan. Dus ja, het kan van alles zijn. Totdat die naar mij toe kwam lopen, of naar ons toe kwam lopen, zijn jas uitdeed. En ja, toen zag ik opeens die kunst naar voren komen. En toen dacht ik van, wow. Twee wapens, een pistool en een handwapen. Om even de beelden weer, heel veel mensen hebben zo op hun netvlies. Laten we heel even kijken naar de trailer. Panzerauto onderweg. In de band zitten nu nog 4 personen in de bezemkast. Oké, wees stil. Ik kijk in zijn gun. Ja, dit is het. Als hij nou zijn trekker overhaalt, dan ben ik er geweest. Juist, ik heb genoeg kans gegeven. Ooit houd het open, snap je? En dit is het einde. Ja, nou, dan zien we alvast. 22 februari is hij online. Vandaag dus. Je zei, hij trekt die guns. Het is foute boel. Maar uiteindelijk ben jij in een kast terechtgekomen. En ik ken die Apple Store, ik ben er wel eens geweest. Dat was een voorraadkast. Ja, dat is een kast wat we eigenlijk gebruiken voor daar spullen in te zetten om te kunnen werken. Ja. Dat is zo'n kast. Toen Abdel A. zijn wapens trok, heb jij hem aangesproken überhaupt? Nee. Jij bent meteen omgedraaid en richting de kast gegaan? Nou, niet richting de kast, richting de nooduitgang eigenlijk. Dat was mijn doel eigenlijk om naartoe te gaan. Ja, maar omdat je buiten kon komen. Ja, dat ik buiten kon komen. Maar op dat moment had ik zoiets van, hey, er staan ook mensen daar zo. Dus ik ben die hoek opgedoken. En ja, daar stonden we. En ik had zoiets van, ja, we moeten hier niet blijven staan. We moeten weg. Ja. Dus ik heb die mensen mee willen nemen naar de nooduitgang weer. En hij kwam toen naar ons toe lopen. En je ziet het straks ook in de documentaire dat er... Ja, want hij had een bodycam, hè? Ja, ja. Dat is gewoon zo uniek. En voor mij ook wel weer heel mooi, want ik kan er terugkijken wat er om ons heen gebeurde. Maar er staat ook een boom, staat er. En
Hij stond achter het boom, maar ik kon, omdat die gun natuurlijk uitgestoken wordt, zag ik zijn gun, kon ik ook die kogel zien zitten. Maar hij zag ons gelukkig niet. En toen had ik zoiets van, ja, we moeten ergens naartoe. En ik dacht van, ik heb een key waar ik alle deuren mee open kan maken. Ik zet hem erop en die deur gaat open en ik gooi iedereen erin. Ja, en jij hebt daar met in totaal met 4 mensen gezeten. Met 3, met mijzelf erbij, ja. 4. Ja, ja, 4. Ja. Dan zit je daar, dan denk je, gelukkig is er dat ene meisje, wat ook bij jullie zat, die heeft 112 gebeld. Ja. En daardoor kwam er contact tussen jou en de politie. Ja, jij wist het totaal niet dat inmiddels het hele Leidseplein ontruimd was, dat de arrestatieteams kwamen, dat de helikopters vlogen. Jouw leven was op dat moment die kast. Ja. Wat doe je dan? Fluister je met elkaar? Ja, ga je nog afspraken maken over als ik dit niet overleef, wil jij dit of dit tegen mijn moeder zeggen? Nou ja, dat zijn wel dingen die door je heen gaan. Dat ga je ook zien in de documentaire, zeker gebeurt. Je hebt echt zo'n ding wat je hoort op films ook, van dat je je leven voorbij ziet te gaan. Nou, bij mij is dat zeker gebeurd. Ik had echt zoiets van, ja, dit is foute boel. Hier kom ik niet levend uit. Nee. Want ja, als je iemand ziet binnenkomen met wapens, wij zagen ook dat hij een bomvest om had. Dus gecamoufleerde kleding. Ja, met alles wat er natuurlijk in de wereld gebeurt. Ja, je weet zijn motieven niet. Ja, motieven niet. Dat weet je niet in de kast. Jij zat daar als volwassen man. Er zat een meisje van 13. Ja. Er zat nog een dame. Ja, haar moeder. Haar moeder. Ja. En? En mijn klant. En jouw klant. Ja. Dat was een man. Jonge man. Ja, jonge man. Misschien een stomme vraag, maar heb je dan ook een idee van, nou, alles of niets gaan proberen te overmeesteren? Even heel gek gedacht. Tuurlijk, je wil... Met 2 wapens, hè? Ik bedoel, een idioot idee. Ja, we hadden wel zoiets van, ja, als hij de kast binnenkomt, dan pakken we hem. Maar ik had ook wel zoiets van, ja, jongens, laten we dat niet doen. Ja. Als hij binnenkomt, we geven ons over. Ik heb ook mijn bedrijfskleding uitgedaan. Ik heb mijn pasje verstopt. Ik heb alles gedaan om maar niet herkenbaar te zijn als Apple-medewerker. Ja. Als hij binnenkomt, ben ik gewoon een klant. En, ja. En ja, dat hebben we ook met elkaar overlegd. En wist je op dat moment al dat hij die Bulgaarse meneer... Nee, dus allemaal later. Allemaal later, ja. Omdat dat hij gewoon echt een gijzelaar had. Heel het in zijn nabijheid. Ja, dat is later, bij ons eigenlijk binnengekomen. Ja. En ja, daar wisten we niks van. Nee. We wisten echt helemaal niks. Er was contact, hè? Er was een onderhandelaar die had contact met Abdel. Ja. Er was een onderhandelaar die had contact met jou. Ja. Alleen... Jij kon natuurlijk niet zo heel veel betekenen, omdat je had niet echt overzicht, hè? Nee, ik kon niks zien. Nee. Er zat geen raam in, niks, totaal niks. Nee. Het was, was gewoon... Ja, want alle andere mensen waren naar boven gegaan en daar is Abdel nooit heen gegaan. Nee. En er waren echt heel veel mensen, 65. Ja, ja. Jullie waren de enigen die op dat moment... Op de vloer waren. Op de vloer waren, ja. Samen met de Bulgaarse gijzelaar. Ja. Dat duurt een paar uur. Ja. Ik als journalist probeerde daar nog heen te komen, maar ik kwam niet meer door de cordon heen. Ik had een heel andere kant van het verhaal stond ik. Dan komt er een moment dat je weet dat er een soort apotheose komt en dat hij is aangereden. Heb je dat? Dat was echt die beelden die staan nog echt op je netvlies. Ja. Heb je dat gehoord? Ja, dat is wel een iets wat ik met onderhandelaar nog steeds aan het uitzoeken ben van zijn antwoord daarop. Want wij hoorden zeker iets. Wij hoorden een hele harde knal. Ja. En, want die gijzelaar, die meneer, die moest iets aanpakken van een robot. En die rende weg. En toen iemand van het AT die besloot van ik ga hem gewoon rammen. Ja, wisten wij niet. Hebben wij niet meegekregen, maar we hoorden wel een knal. Een behoorlijk harde knal. Dus wij dachten van, er is een bom afgegaan. Dus we zijn op onze knieën een beetje gaan bukken. En ik vraag aan de onderhandelaar van, ja, wat gebeurt er? En hij maakt een hele mooie opmerking van, man, ik weet het niet, ik ga even kijken. Volgens mij is er een fiets buiten gevallen. Ja, ja, die wist wat er gebeurde waarschijnlijk. Ik denk het wel, dat denk ik wel. Want ze willen natuurlijk niet hebben dat, als hij dat zou zeggen van, ja, hij is overleden of hij is aangereden, dat wij die kast uitrennen. Ja. Dat is nog steeds iets wat waar we nog niet steeds niet uit zijn gekomen. We hebben het zeker gehoord, maar we wisten totaal niet
wat dat was. Wij dachten van, er gebeurt iets, er is een ontploffing. Ja. Misschien dat de politie iets aan het doen was. Ja. Wij wisten totaal niks. Nee. Dan is het klaar. Dan denk je van, nou, nu komt iemand met een kopje thee om ons te kalmeren. Nee, dan komen gewapende politiemensen. AT'ers die lopen binnen en die rukken je, bij wijze van spreken, echt uit die kast. Dat is ook wel een ervaring. Ja, dat is... Je moet eerst alles veiligstellen. Dat is gewoon zo beangstig en zo... Ja, dat is een film. Het is voor mij nog steeds een film. Wat je op films ziet, dat zie je mensen met helmen op. Van die nachtkijkers, zware wapens. Van die schilden hadden ze op. Ja. Ik vroeg nog aan die jongens van, mag ik even naar de wc? Ja. Nee, ja. Doorlopen, mond dicht, doorlopen. Want zij weten, misschien ben jij wel een handlanger. Ze hebben geen idee. Nee. Het is, maar ik echt een pluim voor die jongens. Want ja. Wat ze gedaan hebben en de onderhandelaars ook... Ja, dus gewoon, ik had zo'n fijne onderhandelaar. Ja. En ja, hij heeft me echt wel goed kunnen helpen. Coachen. Ja, in het moment waar we in zaten. Want het was niet fijn. Er gebeurden genoeg dingen. Ja, je leven is niet heel stabiel op dit moment. Nee, zeker niet. Je wil uiteindelijk ook echt iets anders gaan doen. Ja. Maar het mooie is, je hebt nog... Nou ja, ik weet niet of het mooi is, maar dat laat ik aan jou over... Je hebt nog contact met alle mensen in de kast. Ja, en je hebt ook nog contact met de gijzelaar, de Bulgaarse meneer. Ja. Hoe vaak heb je dan contact met elkaar? Ja, dat kan wekelijks zijn. Het kan maanden duren dat we elkaar weer spreken. Het is een bepaalde band wat je toch hebt met elkaar. Ja. Je spreekt over soms de raarste dingen met elkaar wel eens. Of gewoon echt over het onderwerp zelf. Ja. Ja, dat is wel fijn hoor. Dat is wel, je kan met elkaar even erover hebben. Ja. Zonder dat je erop aangekeken wordt of zo. Ja. Abdel is de gijzelnemer, is vrij snel overleden. Ja. Heb je daar nog dan een soort van empathie mee? Ja, dat is een lastige vraag. Het is moeilijk. Verwarde jongen. Ik ben natuurlijk, ik ben boos. Ik ben geraakt. Echt door hem. Ja. Ik heb nou ook een probleem. En dat is niet fijn dat hij dat heeft gedaan. En ook voor de andere slachtoffers. Maar ja je weet zo weinig van hem. En het is ook een mens, hè? Wat de politie ook zegt. Had je liever een rechtszaak gehad? Dat die, nou ja, daar leven we wel in, ja. In zo'n land. Hè? We leven wel in zo'n land. Dat, maar goed, dat... die ATR moest een split second beslissen. Maar dat vind ik ook goed. Dat je nog iets van zijn motief had kunnen horen. Ja, weet je, uiteindelijk kan ik er niks mee. Nee. Ik kan er niks mee, ik ben een slachtoffer. Ja. En zo zijn die anderen ook, zijn ook allemaal slachtoffers. Maar het is wel een mens. Ja. En er is wel weer een mens gegaan. En dat is de politie heeft alles gedaan om dat te voorkomen. Ja. Maar ja, en dat is gewoon toch ook wel triest. Heel triest. De documentaire met de beelden van de bodycam is te zien vandaag. Hè? 22 februari hier op Videoland. Ja. Tenminste, niet hier op Videoland, maar op Videoland. En er komt ook nog een Netflix-docudrama wat fictie is. Dus voorlopig is de gijzeling in allerlei opzichten voor jou... Niet voorbij. Nee, dat is zeker niet voorbij. Maar buiten dat soort dingen zou het voor mij ook zeker niet voorbij zijn. Want dit is toch wel, ze zeggen 6 uur, 5,5 uur van mijn leven afgepikt. En in doodsangst zitten, dat is gewoon, daar gaat alles gaat er voorbij. Je ziet je hele leven voorbij gaan. En je hoort allerlei verhalen hoe het ook mis kan gaan. Ja. En dan zit je er zelf in. En dan denk je echt wel van, ja, het kan ook misgaan. Er gebeurt zoveel in zo'n kast. En ja. Iemand hoeft maar in paniek te raken. En hoe lang gaat het duren? Ja, we kunnen ons, tenminste, althans, ik kan me totaal niet in verplaatsen in zo'n ervaring. Maar ik ben wel, omdat ik die ervaring simpelweg niet heb. Maar ik ben wel heel blij dat je het hier kwam vertellen. En ik hoop dat je ondanks alles toch... Nog een soort van voldoening haalt uit alles wat er nog komt. En heel versterkte in ieder geval nog steeds met die verwerking. Ja, Alex Manupouti, je bent gelukkig voormalig gijzelaar van de Apple Store. Dankjewel. Ja, dankjewel.